Volledig doorweekt en kletsnat beginnen we aan episode 41 van onze podcast. En dat komt omdat we met het grootste lek van de recente gaminggeschiedenis zitten. Ik word geflankeerd door twee Fortnite diehards om dat lek deze aflevering te proberen dichten. Langs mijn ene zijde heb ik Praga. Hallo Chico. En langs mijn andere kant heb ik Aaron. Goedenavond iedereen. Terwijl we samen dat lek proberen te dichten, hebben we het natuurlijk ook nog over allerlei andere randzaken van onze geliefde gamingwereld. Welkom bij de nieuwe episode van de Pragalicious Podcast. En beginnen vooraleer dat we onze beste loodgieterskunsten bovenhalen, doen we zoals altijd met de aperitiefjes. En volledig tegen de stroming in, we blijven binnen het thema van lekken en kletsnat, ga ik eens beginnen met mezelf. Het punt waar dat ik het even over wil hebben, is heel goed nieuws voor de komende maanden en jaren voor de Star Wars franchise. Het zijn sowieso mooie tijden voor de Star Wars fans. De nieuwe serie Andor die krijgt bijna overal lovende kritieken, zelfs van ons eigenste Bruno Brokke. Dus ik weet niet of dat ze dat bij Star Wars al weten, maar dat is echt wel een kunst. Maar ook in Gameland heeft Disney heel grootse plannen voor de reeks. Zo willen ze elke 6 maanden een nieuwe Star Wars game uitbrengen. Dat betekent dat ze elk jaar 1 AAA-title willen brengen en 1 kleinere game. Dus momenteel is er heel wat in ontwikkeling. Er is uiteraard Jedi Survivor, waar dat iedereen naar uitkijkt. Er is een aankomende game van Skydance. Er is een nieuwe first-person shooter en strategy game onderweg van Respawn. We wachten op een open-world game van Ubisoft. Zynga werkt aan Star Wars Hunters. Saber komt met de Knights of the Old Republic remake. En mijn persoonlijke favoriet, Quantum Dream, werkt aan Star Wars Eclipse. The Force is dus de komende maanden en jaren ongelooflijk strong. Maar ik wil eigenlijk even het debat opentrekken naar jullie. Denken jullie dat dit per se een goede zaak is voor de Star Wars franchise dat er zoveel op ons afkomt? Eén, ik ga het eerst even hebben over Andor. Ik heb nu zelf al 2 afleveringen gezien. En ik vind dat saai, daar is niks van actie in. Tot nu toe, ik wou het gewoon even meegeven. Ten tweede ben ik, zoals ik al zei, aan mijn 9-jarige leeftijd in 77, dus reken zelf maar uit hoe oud ik ben, naar Star Wars, de eerste gaan zien. A New Hope, hier in de lokale cinema in Hoelaert, in de Eekhoorn. En toen ik buiten kwam, was mijn leven nooit meer hetzelfde. Vanaf die dag, als ik toen die X-Wings zag en al die bazaar, ik was echt zoveel onder de indruk dat ik met alle mogelijke Star Wars games ben beginnen te kopen en te verzamelen. En nu nog altijd, tot en met vandaag, ben ik altijd absoluut de grote Star Wars fan. Dus ik hoop en ik heb een beetje bang. Het is goed dat ze om de 6 maanden met een nieuwe game gaan komen. Maar gaan die allemaal even kwalitatief zijn? Of gaan er van die quick bites in zitten dat je veel gaat moeten betalen om weinig te krijgen? Daar zo die mobiele game gaat die vol met microtransacties zitten. Ubisoft, we kennen ze allemaal. Wat gaat dat geven met die open wereld game? Ik bedoel, de belofte is mooi, maar gaan ze het allemaal waarmaken? Dat is mijn grote vraag. Niet hoorbaar voor de luisteraars, maar wel voelbaar en merkbaar voor ons op het scherm hier. Aaron, jij knikte heel zwaar van nee toen dat de vraag opkwam. Ja, ik deel de mening van Praga ook een beetje. Nee. Dat is altijd wel gevaarlijk dat er op 6 maanden tijd telkens nieuwe games gaan komen van dezelfde franchise. Je zegt zelf ook bij Ubisoft, we hebben dat gehad met, dat was niet om de 6 maanden, maar bijna jaarlijks, een Assassin's Creed. Je hebt dat ook met Call of Duty bijvoorbeeld. Ik vrees er eigenlijk voor dat dat ten goede gaat komen aan de Star Wars franchise. Ik denk dat dat eerder in het nadeel gaat treden als in het voordeel. Nu, er is zoveel content van Star Wars onderweg. Er is zoveel gemaakt. Is er iets waaraan dat jullie denken dat er nog niet is, waarvan dat jullie zeggen van we hebben nu al zoveel, maar waarom is er nog geen Star Wars game van dat? Of dat nu een genre is, of een planeet, of noem maar op. Ik denk in de eerste plaats, ik zou persoonlijk eerder inspelen op de dingen, op een serie bijvoorbeeld zoals The Mandalorian, wat er mij volgens mij uitstekend leent voor een singleplayer game bijvoorbeeld. Of ik zou nog eens proberen om met een nieuwe Star Wars MMO op de proppen te komen. Want de bestaande is toch al een paar jaar uit en ja, die is nu free-to-play. Of anders, een Star Wars race game.
waarin dat je zelf de zotste voertuigen in het Star Wars-universum kunt vrijspelen, kunt pimpen en doen, een beetje à la... Racer Revenge vroeger, ja, maar... en Racer Episode 1, wat was er allemaal? Ja. Die potracers. Ja. Mm-hmm. Ik kan zeggen, die Star Wars Squadrons van een paar jaar geleden, die was ook niet slecht hoor, die was ook wel supercool. The Mandalorian, Praga, ik snap dat je daar rond echt een game zou willen, omdat net voordat de uitzending begon, heb je ons al verteld dat ja, het hoofdpersonage in The Mandalorian wordt eigenlijk gespeeld door een van uw favoriete acteurs, die je heel tof vindt. Dat is voor straks. Maar echt fantastisch stof. Dat is voor straks. Dan moeten de mensen wel blijven luisteren. Dat zal straks verklappen. Oké. Okay. Aaron, waarover wilde jij het even hebben? Wel, onze Mr. Rolfson die had van de week op onze site geplaatst dat de Wolverine terugkomt. Namelijk in de derde Deadpool-film. Ik vind dat zelf fantastisch nieuws, want Wolverine is... voor mij toch wel een van de meest iconische figuren uit mijn jeugd. Ik ben opgegroeid met de X-Men. Ik was er direct weg van. Maar eigenlijk, als je Deadpool 2 herinnert, de postcredits van Deadpool 2, wordt eigenlijk op die moment al een beetje geteased dat er eventueel een kans zou bestaan dat Wolverine terug zou komen in de franchise van Deadpool. Maar dat kan toch niet, want Wolverine is toch dood? Ja, wel voilà. Maar in het bericht dat ik zelf heb geplaatst op de site, leggen Ryan Reynolds en Hugh Jackman het uit hoe het dus kan dat Wolverine in de Deadpool 3 film gaat komen. En hoe kan dat dan? Omdat Logan, de film Logan, er gaat de Wolverine in dood. Maar die speelt zich af in het jaar 2029. En Deadpool 3 gaat er voor afspelen. Maar ze hebben ook op een eigen ludieke manier verteld dat ze niet de Logan uit Logan gaan gebruiken. Dat is logisch, hè? Ik ben enorm benieuwd Adam, wat dat gaat worden. Adam, niet Logan uit Logan, dat is logisch. Adam. We hebben hem. Hij heeft hem niet, hè? Hij heeft hem niet. Ik zeg het gewoon. Nee, ik negeer het gewoon. Ik hoop, Aaron, dat je dat... Het is bedoeld als een compliment en niet als een belediging. Maar volgens mij zou jij een goede Wolverine uit een Aldi spelen. Ja, hij lijkt daar wel wat op, hè? Ja, hè? Zeker die wenkbrauwen. Ja, amai. Nee, dat heb mijn klauwen nog niet gezien. Oh, ho, ho. Maar, ja, en we zitten ook te wachten op de Wolverine game, hè? Welk personage uit die X-Men zat jij dan zijn, Roma? Goh. Zijn er dames met een blonde mes op hun voorhoofd? Hey. Storm? Storm, ja. Storm, ja. Ik ben ook wel vrij stormig. Dus, ja, voilà. Ja, pakt Storm. Ik ben de male Halle Berry. De Malaberry. Ja, voilà. Oh, my, met een frak. Dat was sowieso al kletsnat. Dus ja, kijk. Dat is toch al een begin, hè. We blijven binnen het thema. En kletsnat kan het ook al eens zijn op de open zee, Praga. En dat brengt ons dan weer kabbelend richting uw thema. Absoluut, over de woeste zeven wereldzeeën. Ubisoft is erin geslaagd om de enige topper die ze dit jaar nog hadden, voor de zesde keer in 5 jaar uit te stellen. En dan heb ik het over... Skull and Bones. Wederom uitgesteld tot maart 2023. Nu, ik weet niet hoe lang dat spel al in ontwikkeling is, maar als Ubisoft ook die Star Wars op een wereldgame wilt maken, dan moet ze daar dringend aan beginnen of al mee bezig zijn, want... De tijd begint nu al te nijpen, want dat komt binnen 4 jaar uit, dan zo gezegd. Hè? Ja, dat is normaal, hè, Praga, en ze dat hebben uitgesteld. Je zegt juist een open world game. Maar een open world game zonder water, met schepen, dat gaat nog niet. Hè. Dus daarmee moeten ze wachten tot dat die open world is gevuld met water. Hè. En dan pas kunnen ze die een game lanceren. Hè. We zijn naar de zeebodem aan het zakken qua niveau, vind ik. Ja. Maar met al die... Wacht, we hebben de bodem nog niet bereikt. Ik denk dat er nog eentje in zit, vooraleer dat we op de bodem zitten. Hier komt hij, hè. Met al die delays van Skull and Bones, Praga, vind je niet dat dat al meer Kull and Bones begint te worden? Eigenlijk wel, ja. Maar ik bedoel, door het spel telkens opnieuw uit te stellen, begin je toch nu al te twijfelen van ai, als dat maar goed komt. Want uitstellen om af te werken is goed... Maar, ik bedoel, de beelden die we hebben gezien, die zagen er wel goed uit. Maar het uitstellen en uitstellen,
En in het geval van Ubisoft, ze hebben toch al een beetje een twijfelachtige reputatie opgebouwd de laatste jaren. En ik vrees ervoor eigenlijk. Ik zeg, toen als Assassin's Creed Black Flag uitkwam, dacht ik van echt, dat is echt iets dat gaat marcheren. Die zeeslagen, daar moeten ze verder mee doen. Ik was ook heel content dat ze met Skull & Bones op de proppen kwamen. Maar had hij duidelijk van ja, we hebben meer tijd nodig om te fine-tunen en we willen dat het spel echt iets zoals het moet zijn. Hoe vaak hebben we het al niet gehoord, hè? Denk je dat het bestaan van Skull & Bones of de aankomende full release van Skull & Bones betekent dat we geen zeeveldslagen meer gaan zien in Assassin's Creed? Dat gaat minderen? Nee, dat niet. Dat denk ik niet. Hè. Dat is een van de succesformules van de Assassin's Creed. Dat zat in Origins, dat zat in Odyssey. Dat vond ik juist een van de plezante dingen daarin. Dus volgens mij gaan ze nog wel wat verder gaan uitbouwen, sowieso. Is het ook niet een beetje raar dat een game al zoveel jaren eigenlijk in ontwikkeling zit of stilgelegen heeft en al terug opgevist is eigenlijk? En dan nu wederom... Uit de zee, opgevist. Jongen, en de metaforen vliegen. Thematiek. Amai, de metaforen vliegen ons hier om de oren. Zeg. Dus wat ik wil zeggen is, dat het nu raar is dat ze eigenlijk... enkele weken, misschien enkele maanden geleden, terug aangekondigd hadden dat ze Skull & Bones toch gingen uitbrengen en dat nu weer zeggen van ja, het wordt uitgesteld. Wat is daar nu serieus aan de hand? Ik bedoel, de remake van Prince of Persia. Ik heb al maanden niks meer van gehoord. Hè? Hm? Beyond Good and Evil 2. Maanden niks meer van gehoord. Game. Ja. En nu gaat Skull & Bones opnieuw van de zee verdwijnen. Ik weet niet, ik vind het echt heel louche. Ik vind het louche. Wat hebben ze anders op de planning staan, Ubisoft, dat je zegt van ja, dat zit eraan te komen. Ik weet het niet. Tja, de nieuwe Assassin's Creed games, hè, en ze aangekondigd hebben. Maar ja. Ja. Tel ik eruit aan hoeveel games dat die... 3 Assassin's Creed games. Ja. Beyond Good and Evil, 2, 4. Prince of Persia, 5. Skull & Bones, 6. 6. Ja. Dat is al links of rechts. Die Division free-to-play game. Daar gaan we de rest van Far Cry 7 in de pipeline hangen. In de mast hangen, denk ik. En dan, wat hebben ze nog? En dan die Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Die ze in de zeilen hebben zitten, die binnenkort gaat verschijnen. Maar ik bedoel, het moet een beetje serieus zijn ook. Hè. Het regent potverdikke binnen en niet bij de minste, maar wel bij Rockstar. We zitten met misschien wel het grootste lek in de recente gaminggeschiedenis. Een hacker is erin geslaagd om op de servers van Rockstar binnen te dringen en heeft screenshots, gameplayvideo's en de broncode kunnen bemachtigen van het langverwachte GTA 6. Maar liefst 50 minuten aan gaming footage waren of zijn nog steeds terug te vinden via verschillende kanalen zoals Reddit. Het gaat gelukkig voor Rockstar om beelden van 2017 die op oudere debug software draaien. De kritiek dat het er dus echt niet zo goed uitzag, ja, die mag best wel anders gekaderd worden, maar toch is het een serieuze bom. Rockstar reageerde via Twitter en zei dat ze diep teleurgesteld waren, maar dat ze blijven verder werken aan een product dat onze verwachtingen volledig zal overtreffen. Grote woorden dus, ze zullen de volgende GTA voorstellen wanneer zij vinden dat de tijd rijp is. Praga, hoe erg en hoe groot was dit lek voor Rockstar? Ik heb zeker 5 emmers vol gehaald met de twijlen. genoeg om een zee vol water te hebben voor Skull & Bones volgend jaar. Ik ga één ding zeggen over lekken. Ik kijk daar niet naar. Ja, ik ook. Dat is echt waar wat ik zeg. Dat is, als er games zijn waar ik persoonlijk... Als er games zijn waar ik persoonlijk wel hard naar uitkijk, dan ga ik altijd proberen van er zo weinig mogelijk van te zien of op te zoeken qua gameplay en screenshots. Omdat ik me bij release echt helemaal wil laten onderdompelen. Kijk, als er wel het Plague Tale Requiemter zit aan te komen. Ik heb hem nu gepreload al via Xbox Game Pass. Maar ik heb daarvoor nog geen enkele trailer gekeken. Ik heb het eerste spel gespeeld, dus ik weet dat er kan uitzien. Ik wist ook allemaal wat ouder zijn, maar bon. Dus dat is één ding. Geruchten probeer ik ook altijd ver van weg te blijven, eerlijk gezegd.
Ja, dat is deels ook een beetje uit, zoals die lekken en die dingen, ook deels een beetje uit respect voor de mensen uit de gamesindustrie, die ik allemaal al zo lang ken. Want je weet, je kunt je site dagelijks volstoempen met niet zo over GTA 6 en met niet zo over spellen van Ubisoft dat gelekt is en met een lek van links en een lek van rechts. Maar op den duur zijn er zelf ene grote lekpot. De lekpot. Maar absoluut, het is heel erg dat zoiets toch kan gebeuren. Zeker in het geval van een hacker. Het zou gaan trouwens om een 17-jarige jongen uit Oxfordshire in Engeland, die ze al hebben opgepakt en in een bak hebben gesmeed ondertussen. Maar ik vind het toch wel vooral bedroevend dat een heel groot bedrijf zoals Rockstar, bevestigingen een beetje overal in de wereld, dat die geen betere beveiliging hebben. Zeker omdat ze weten dat iedereen wel op zoek is naar informatie over GTA 6. Dus het is een ramp. En Rockstar heeft ook gezegd van kijk, weet je kunt ook, als het zo is, kun je er ook beter vooruitkomen. En dat heeft Rockstar ook gedaan. Het er veel draaien rond de pot. Jammer, het was dit en jammer, het was dat. En hier is het, ja, we zijn gehackt geweest en bla 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 bla. Snap, dat komt er eerlijk vooruit. En dat is eigenlijk, hebben ze eigenlijk al toegegeven waar het gebeurd is, of niet? Ja, met een hamertje en een battletje. Vanuit de gamma. Nee, ik denk, ze hebben niet ingegaan op waarom of hoe dat. Allee, ze hebben niet, ja, waarom, dat weet enkel de hacker. Ze hebben het niet gehad over hoe. Jij hebt een vermoeden, waarom? Ja. Ik ben heel bang voor dat vermoeden. Ja. Ik durf bijna niet vragen waarom. Ja. Kijk. Ten tijde corona, hè, moesten er heel veel mensen van thuis uitwerken. Ja. En de kans zou wel eens goed zijn dat een hack gebeurd is van bij iemand thuis. Dus niet van op het kantoor van Rockstar, maar dus van iemand die van Rockstar vanuit thuis aan het werken is. En dat daar misschien de laatste. Ah, ene van Rockstar staan. Zelf. Nee. Ik bedoel, dus in het bedrijf Rockstar zitten ze allemaal heel hard beveiligd te werken. Ja, ja, waardoor ja, de coronatoestanden zijn de medewerkers misschien naar huis moeten gaan, voor thuiswerken, like dat we hier in het moeten doen hebben. Allee, voor diegene die aan de job het toelaat. En misschien is het wel zo gebeurd, hè, dat de beveiliging bij die medewerkers van Rockstar bijvoorbeeld niet zo goed is tegenover in het bedrijf zelf en dat misschien door de hack mee is gebeurd. Ga eens het slim gaan. Ik vind het in ieder geval ook jammer dat het gebeurd is. Ik heb ook expres niet de 50 minuten gameplay liggen opzoeken. Vooral ook omdat het heel nietszeggend is. Het runt op debug software, zijn beelden van 5 jaar geleden. Je zit eigenlijk nog met een engine van GTA 5 te werken. En ja, dan komt er kritiek van, het ziet er toch echt niet zo goed uit. Ja, het is ook niet de bedoeling dat iemand het ooit te zien zou krijgen. Hè? Met recht en reden. Maar ik vind wel dat Rockstar goed gereageerd heeft. Een mooie, simpele, korte poster. En dat ze zeggen van, kijk, we zijn heel teleurgesteld. Nu weet je dat we eraan bezig zijn, maar alle verdere info gaan we op ons eigen tempo doen. En dat vind ik belangrijk, dat ze zich niet laten rushen door die hack. Want ik vind het zelf jammer, we zijn al zo lang bezig over GTA 6, hoe zit het ermee, dit en dat. Maar des te leuker wordt de ontlading als er dan eindelijk een trailer is. En Rockstar gaat gelijk, blijft verder doen. En als ze nu binnen Rockstar zouden zeggen van kijk, nu gaan we wachten tot dat heel die storm is gaan liggen rond die hack en dan stellen we de trailer nog maar een paar maanden uit. Ik geef ze gelijk. Ja, want het was ook van, ik bedoel, met alle respect voor debielen, maar hoe debiel moeten zijn om te zeggen van, ja, het ziet er niet goed uit en trekt op niks. Ik bedoel, iedereen weet dat gehackt materiaal is, dat dat oude beelden zijn. Dat al ten eerste ten tweede had hem ook gelekt dat het spel pas in 2025 zou verschijnen, als ik het goed heb. Hè. Ik denk dat vooral mensen waren die het zeiden, andere bronnen. Maar het kan, hè. Ik bedoel, ik denk niet dat Rockstar al een datum heeft. Dat is ook zoiets, want ineens is het allemaal van... Oh ja, is nog zoiets, hè, gast. Bepaalde betrouwbare bronnen uit de dichte nabijheid van de ontwikkelaars hebben gezegd dat. Ik bedoel, als er al een betrouwbare bron is, die gaat lekken, dan is het al niet betrouwbaar, hè. Oh ja. Dat is zoals Tom Henderson, die zo'n beetje alles weet van wat met EA-games te maken heeft, of die Jeff Grubb, die zo'n beetje alles denkt te weten, of weet hem daar, die doet van Xbox, Nick Schrapnel of zoiets. Allee, ja, het zit vol Wario64 op Twitter, het zit vol met mijn leakers, als je dat hoort. Hè. Wat ik bedoel, bij Ubisoft... Ubisoft is ook kampioen in lekken en doen. Dus. Die reacties dat je zegt, Praga, in verband met die beelden en al, want ik zei net zelf, ik
wacht, hoe moet ik het zeggen? Ik ben net hetzelfde als u op gebied van die lekken. Ik bekijk dat ook niet, dat interesseert me ook niet. Ik zal wel zien dat een game effectief uitkomt en al. Maar die reacties van die mensen, voor deze tijd is dat eigenlijk wel normaal, hè? Dat er zoveel reacties op komen. Hè? Want als je nog maar stomweg Facebook opent, iedereen heeft een mening en iedereen zet een mening, maar ook al hoe dom men zoekt soms in de meningen, ze worden er gewoon allemaal opgezet. Hè? En inderdaad, like dat jij zegt, als je een beetje de geschiedenis van Rockstar kent en weet je goed genoeg dat die mannen zo goed als altijd, of zelfs altijd, supergoeie games afleveren. Hè? Absoluut. Dus... Ik vind het altijd tof, ik doe het zelf niet, maar ik vind het wel altijd leuk als ik zo'n reactie zie op een bericht, zo in de storm van alle negatieve meningen, dat er dan iemand zegt van, en we gaan snel naar Facebook voor de mening van de experts te horen. Ah ja, dus klopt. Dat is gelijk als je een voetbalmatch gaat kijken ook, hè. Je hebt één arbiter op het veld en 20.000 in de tribunes. Hè. Als de Rode Duivels spelen, er één op het veld en 11 miljoen in de huiskamer. Maar die gast of gasten die dat gehackt hebben, die hebben wel een som geld gevraagd, hè, Rockstar. Amai. Ja. Dat is wel verregaand crimineel. Ja, maar het gaat echt over crimineel hakken, hè, want... Maar die is ook in een hackerscollectief, zit hier, hè. ze beweren dat ze zelf de source code hebben van GTA 5 ook. Ik weet niet wat dat dan nog zoveel doet, aangezien dat dat spel al ondertussen een keer is heruitgebracht. Maar ze hebben blijkbaar Rockstar gecontacteerd voor te zeggen, hey, we hebben de source code van zowel GTA 5 als GTA 6 en we gaan die online smijten. En ze zouden blijkbaar een getal van een bedrag van 5 getallen hebben geëist van Rockstar, zodat ze dat niet zouden vrijgeven. Maar ja, is dat... Hè? Als het om een cijfer van 5 getallen gaat, dan zou ik zeggen dat Rockstar eerder principieel nee heeft gezegd dan qua geld. Want ik denk niet dat 5 cijfers pakt worst case $99.999. Ik denk niet dat Rockstar zoveel zou deren. Maar misschien hebben die man toch niet voor het geld gedaan, maar gewoon voor de fun, hè? Ja, maar ja, waarom gaan ze... Want vanaf aan ze blijkbaar... Ik weet ook, zijn er ook geen specialist. Maar hacken is sowieso al strafbaar. Maar blijkbaar, als je daar nog eens geld vraagt om de personen of bedrijf dat je gehackt hebt, dan gaan we effectief over een crimineel hakgedoe. Dus, ja. Dan maken ze gehackt van u in een bak, hè, joh. De hype train van de HBO-serie die eraan komt van The Last of Us, die kan weer wat sneller gaan rijden. We hebben eindelijk de eerste volledige trailer. Dus niet de teaser-trailer van eerder, maar wel meer dan 2 minuten aan bewegende beelden op dramatische muziek. Aaron, heb jij die gezien en wat vond je ervan? Ja, ik heb die gezien. Wat vond ik ervan? Ik weet sowieso al dat dat een goede reeks gaat zijn. Daar twijfel ik niet over. Maar ik betrap me steeds opnieuw over hetzelfde geval. Like bij Uncharted, ik ga even een zijweg innemen. Bij Uncharted ook. Als je dan Tom Holland ziet als Nathan Drake, daar heb ik persoonlijk problemen mee. Nou, Pedro Pascal als Joel, dat is oké. Okay, daar kan ik mee leven, geen probleem. Nee, absoluut nee. Bella Ramsey, denk ik als ze noemt, als ik het goed voor hem, het meisje dat Ellie speelt. Ik ben enkel Bella de Koe. Daar heb ik dus wel min of meer problemen van. Problemen op, niet op het acteren, hè, want dat weet ik. Ik weet wel, Game of Thrones die speelde die rol fantastisch toen. Maar ik zie er geen Ellie in. Ik heb hetzelfde, Aaron. Die heeft zo'n karaktergezicht en er is iets met dat gezicht, niet slecht bedoeld, maar er zit iets in het gezicht van Bella dat niet in het gezicht van Ellie zit. Ik zal het anders zeggen, Roma en Praga. Het gezicht dat Bella Ramsey in het echt heeft, is het gezicht meer naar Ellie uit The Last of Us 2. En niet The Last of Us 1. Als je me een beetje snapt wat ik bedoel. Ja. Net zoals ik Master Chief zo'n kop die wou zien in de serie. Dan zeker zijn bloot gat niet. En het feit dat hij dan nog seks heeft met die 1. Alleen, ik bedoel, Master Chief, die vogelt, dat kan ik mij niet voorstellen. Waarom moet dat die mythische figuur in zijn helm altijd op heeft en die enkel van zijn stem kent? En dan gaat dan Pedro Pascal. Wat een kop heeft hij, hè? Als die in de Mandalorian zijn helm afzet, ik zoiets van, gast, jij toch niet?
En nu speelt, hoe kunt je nu als binnenkort, volgend jaar komt ook seizoen 3 uit van The Mandalorian. Dan zie je zo gezegd Joel uit The Last of Us ineens in dat Star Wars-universum met een ijzer kostuum rondlopen. Dus jij vindt, Praga, dat elke acteur gelimiteerd moet zijn tot één rol in zijn carrière? Nee, maar toch niet tegelijk. Maar hoe? Mensen doen toch meerdere series? The Mandalorian en met Pedro Pascal en... Om 9 uur kijken naar The Last of Us met Pascal Pedro. Dat zijn andere universums, hè, Praga. Die komen me qua niet tegen, hè. Is er niet toe. Maar... Dat is gelijk als je lozen uit de buurtpolitie. Weet je dat, die Erik. Eerst maakt een reclame voor Renmans in de beenhouwerij en achteraf zie je met Brigitte achter dieven lopen. Allee, maar dat was een undercover, hè, bij de Renmans. Wel, undercover bij de Renmans, stel je voor. Maar heb je ook iets tegen de acteur Pedro Pascal, Praga? Want ik vind die fantastisch. Buiten in de tweede Wonder Woman, waarin dat hij samen met de rest van die film absoluut verschrikkelijk was. Ik vind Pedro Pascal wel een hele goede acteur. Ik zie die heel graag bezig. En ik vind dat die qua looks, qua feel, qua grofheid, is dan een perfecte Joel voor mij. Nee. Wie suggereert je als alternatief? Pedro Pascal is met alle respect, kan niet woord een kleine dikke gebruiken, maar die Joe zit mij zo'n iets oudere, nog steeds atletische kerel uit die zijn eigen goed heeft verzorgd door in de jaren. Wie zou ik in de rol zien van Pedro Pascal? Weet je? Van Joel. Ja, ook al. Nee, we willen dat iemand Joel, anders Pedro Pascal gaat spelen in het echt. Dat is, bestaan er deze dagen nog goede actiehelden? Zeg dan een keer. Goh. Ja, maar is Dwayne Johnson zo niet wel de man op het moment? Die is veel te groot, die is veel te stoer om dingen te spelen. Ik wil niet dat Dwayne Johnson Joel speelt. Laat dat duidelijk zijn. En ik bedoel, pak de keer uit die Marvel's Avengers. Pak bijvoorbeeld dingen. Tony Stark is iets te oud misschien. Chris Evans, Captain America. Zou dat dan nog wel kunnen met een baard misschien? Ik weet niet, als je Mark Wahlberg mensen nog kunt laten doorgaan, dan Sully in Uncharted, dan kun je er twee laten doorgaan, maar toch niet die Pedro Pascal. Die zijn acteren is toch wel veel minder als Pedro Pascal. Of je moet het wel, als je hem inbeeldt met een baard, want dat doet hij niet vaak, maar misschien een Daniel Craig. Zou dat dan een Joel kunnen zijn, met een baard? I don't know. Nee. Ik heb het misschien... We hebben het er juist even over Logan gehad, hè. Maar in Logan had een scène dat... Hugh Jackman zou wel kunnen. Er is een scène in Logan, als hij in de auto zit met dat masker. Hè. En dat is Joel en Ellie. Je hebt 100% gelijk, Aaron. Maar Praga, het mag niet, hè, want Hugh Jackman mag niet Wolverine zijn en Joel tegelijk. Hè. Dat is verboden volgens het... Volgens het grote parket van Praga. Tom Hardy. Tom Hardy is dat die doet van Venom en ook van Spider-Man. Ja, hè? Ja, van ja. Peaky Blinders en al zo, ja. Ja. Peaky Blinders. Dingen had ik ook al eens gezegd in een van de voorgaande podcasts. Die dingen speelt. Billy Butcher in The Boys. Carl Urban. Oh, Carl Amai, die heeft er het gezicht voor. Ja. Ja, Carl Urban zal er ook maar echt nee, voor zijn. Het is Pedro Pascal geworden. Maar ik vind dat wel. Ik heb er geen problemen mee, met Pedro Pascal. Als je de trailer ziet en je ziet Pedro Pascal en je herinnert je Joel uit het spel, ik vind wel dat je de link kunt zien. Absoluut. De serie van The Last of Us, willen jullie dat die nieuwe dingen aanbrengt en nieuwe dingen toevoegt aan de universe, zoals bijvoorbeeld de serie rond Halo dat aan het doen is? Of willen jullie dat die echt hondstrouw blijft aan The Last of Us en dat we echt gewoon het verhaal van de eerste game in serievorm krijgen? Wij mag dat een beetje afwijken. Ja. Dat is gelijk een boek uiteindelijk. Hè. Als je een boek leest, bijvoorbeeld van The Lord of the Rings, en je ziet de film, nou, dan lees je in een boek ook veel dingen die je niet in de film ziet. Hè. Natuurlijk, ja, game of serie, ik weet niet wat daar de verschillen op kunnen zitten, maar van mij mag dat wel zeker een beetje afwijken van de story dat wij als gamers al kennen. Ik hoop alvast dat het goed is, want ik bedoel, dat van Halo, dat was ook nu niet echt om over naar huis te schuiven. En die Uncharted film was ook niet over naar huis te schuiven. Je weet allemaal, verfilmingen van games gaan we dan nu moeten doortrekken naar serieën van games die...
het eerst moeten zien, denk ik, wat geloofwaardig overkomt. Want ja, kijk, een trailer is tof, maar in een trailer steken altijd de goede dingen. Hè. Dus ik hoop alleen dat die scène met die giraffen erin zit, want die vond ik in de eerste The Last of Us een van de mooiste scènes uit een videogame. Dat was super ontroerend, hè. Ik was wel onder de indruk van hoe dat ze de clickers aan het aanpakken zijn. Als ze die suspense kunnen overbrengen, dat ziet er heel leuk uit. En dan om het af te ronden, qua genre, hopen jullie meer op iets action-packed, zoals de vele actiesequences? Of hopen jullie meer richting thriller of zelf horror te gaan? Waar moet de nadruk op liggen? Thriller. Vind ik. Een beetje actie, maar vooral heel veel spanning. Ja, een mix van beiden. Hè. Ja. En ja, dat vooral even sterk is als van de games. Hè. Ja, en dat Pedro Pascal rap mag sterven als Ellie alleen moet spannen. Daarin mogen ze afwijken van de serie. Gewoon eerste aflevering, Pedro Pascal die zo op een landmijn stapt. Ja, dat was bij The Last of Us 2 ook en een kwartier had er al van. Of ze zetten die van in het begin misschien een helm op. Ah, dat kan goed zijn. Dat kan direct van de ene set van de set van The Last of Us, dan de set van The Mandalorian. Het zou wel cool zijn moesten ze zo tegen scavengers hun helm moeten vinden, hè, ja, van dat... de Mandalorian. Dat gaat wel grappig zijn, als ze zeggen van kom, we moeten langs hier, van hey Ellie, this is the way. Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het huis en we hebben weer al 3 serveerbordjes voor jullie en Aaron, jij mocht het eerste presenteren. Ja, ik ben eigenlijk nog een beetje blown away. Ik denk het nog. Straffe toer, hè. Want ik heb gisteren... gisteren? Van de week. Weet het precies niet meer. Dan stuur ik Pedro Pascal op af, hè. Ah, nee, niet. In ieder geval, ik heb van de week de serie Invincible uitgekeken. Die speelde eigenlijk al ietsje langer dan een jaar op Amazon Prime. En om die een of andere reden had ik die nog altijd niet gezien. En ik dacht, vorige week of zo, ik kon er eens aan beginnen. Het gaat natuurlijk weer over superhelden. Ondertussen weet iedereen al dat ik een zwak heb voor superhelden. Maar ik moet zeggen, net als bij The Boys. Maar The Boys vind ik ongelooflijk. Dit is ook weer zo'n typische reeks dat je niet gewend zit. Like bijvoorbeeld iets van Marvel of iets van DC. Er zijn kenmerken. Het gaat eigenlijk over Mark Grayson. Dat is een 17-jarige gast. En die zijn vader, dat is Omni-Man. En dat is eigenlijk, dat wordt eigenlijk aanzien als de krachtigste superheld op planeet Aarde. En als je de eerste seconde ziet in de serie, kun je die wat vergelijken met Superman. Hij kan vliegen, supersterk, alleen noem het allemaal maar op. Dus je ziet al wat verwijzingen. Maar eigenlijk zijn dat Vultramites. Hè? Dus Omni-Man, die komt van de planeet Vultramite. Waar ligt dat hier naast? Ja, dat ligt heel ver weg. Dat ligt heel ver weg. In een galaxy far, far away. In elk geval, die is naar de aarde gekomen eigenlijk als doel om de mensen te beschermen. Nu heeft hij een zoon, hè, en eigenlijk is de bedoeling dat je zoon op jonge leeftijd ook die krachten moet krijgen, like zijn vader. Maar dat gebeurt nog altijd niet. Dus zijn vader is een beetje aan het twijfelen van, gaat dat wel gebeuren, ja of niet? Tot plots in de eerste aflevering, op 17-jarige leeftijd, begint hij de eerste kenmerken te ondervinden dat hem ook een superheld gaat worden. Haar op zijn balkjes. Ja, ja. En op zijn bovenlip ook. In elk geval, de vraag is, vanaf het moment dat de ontdekt dat zijn zoon krachten begint te krijgen, begint die vader zich eigenlijk min of meer helemaal anders te gedragen. Maar waarom, of hoe, of wat, dat moet je echt zien. Ik ga wel hier een tip geven. Ik heb er juist, want ik ben afgestapt van trailers te bekijken, van films, series, noem het dan maar op, omdat je er soms spoilers in zit. Maar ik heb de juiste trailer eens bekeken. Doe het niet. Bekijk de trailer niet, want je ontdekt echt al heel veel dingen van het verhaal. En dat is echt heel zonde. Ik heb gisteren ik overdrijf niet, de laatste aflevering van de 45 minuten, 35 minuten, met mijn mond opengezeten. Kiekenvlees op elk haar van mijn lijf. Het is niet normaal. Ik vind het
Ja, ik ben er echt volledig weg van. Het is echt zo zot hoe het in elkaar zit. Het is magnifiek. En heel gewelddadig. Heel gewelddadig. Het is echt niet normaal. En getekend voor de duidelijkheid. Ja, het is een animatie. Ja, goed. Ja, Suster, het is een animatie. Dat ik in het begin dat ik niet moet blijven luisteren. Ja, maar Pedro Pascal speelt er al niet mee. Vraag dus je kunt kijken. Nog niet. Die Cyberpunk Edge Runners. Ik ben beginnen kijken naar die eerste aflevering. Ik kan dat niet zien, zo van die animatiereeks. Maar nee, maar dat is anime. Dat is anime. Maar dit is geen anime. Dit is animatie. Bekijk dus niet de trailer, maar wel de volledige serie van Invincible. De suggestie die ik meegeef deze week, die is weer muzikaal getint. Ik wil het hebben over het nieuwe album Techno van de band Electric Callboy. En dat is, in tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden, een metal album. Electric Callboy is een Duitse metalcore band, technocore band, nu wordt het soms ook wel genoemd. Enfin, het is een band die metal met technomuziek mixt. Voorheen gekend als Eskimo Callboy. Electric Callboy heeft eigenlijk een paar maanden geleden, misschien ondertussen al iets meer dan een jaar, zijn echte grote internationale doorbraak gekend met de single Hypa Hypa, die de zomer een beetje domineerde, ook op de radiostations hier in België. En ja, het is gewoon echte feestmuziek die de adrenaline volledig omhoog pompt. In maart komen ze ook naar de Lotto Arena, dus ook allen daarheen. Maar het nieuwe album Techno is ongeveer een half uur lang en staat gewoon vol bangers. Pump It is een geweldig nummer dat al als een single uit was. We Got The Moves, Mind Reader en Arrow of Love zijn twee fantastische. Enfin, het duurt niet te lang. Het overstate zijn welkom ook niet. Een half uur lang gewoon van begin tot eind pompen. Techno, luister het. Geef het een kans. Zelfs voor non-metalheads is het echt fantastische muziek. Ik denk, Praga, dat jij ook een fan waart. Absoluut. Ik ga dan zorgen voor de meest walgelijke type die we meer dan waarschijnlijk ooit gaan hebben hier. De Jeffrey Dahmer story op Netflix. It's all over town. Ik heb de films al gezien die jaren geleden zijn over verschenen. Even zeggen, Jeffrey Dahmer is een van Amerika's meest gruwelijke seriemoordenaars. Maar zijn leven bleek, dat is echt zot, dat leven van die kid, maar bleek boeiend genoeg om er een serie over te maken op Netflix. Gespeeld door Pedro Pascal. Daarom zo wakelijk. Die mens, als die maakt van mij Pedro Pascal in stukken zijn, maar bon. Want hoe dat... het is echt zo'n true crime serie zo. Het is echt, als je ziet hoe dat die mens... het is echt te zot voor woorden. Dat die mensen kapot maakt en wat hij daarmee doet allemaal. Het wordt allemaal bijna levensecht in beeld gebracht. Want in deze zou ik zeggen, als je fan bent van horrorgames bijvoorbeeld, en over een stevige maag beschikt, dan moet je de story van Jeffrey Dahmer op Netflix zeker eens bekijken. Maar in dit geval zou ik je wel aanraden van eerst een trailer te bekijken, zodat je klaar bent voor wat komen gaat. Het blijft dan nu kleven, hè? De serie. Het is echt wel qua sfeer, het is heel donker. Als je voorbereid naar kijkt of je geen voorgeschiedenis kent, of die films het verleden niet hebt gezien, dan ga je niet weten wat je overkomt en dan mocht je letterlijk nemen. Het is geen feel-good-serie. Absoluut niet. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Eigenlijk zou ik het u niet aanraden om naar te kijken. Eigenlijk had ik het niet mogen aanraden om naar te kijken. Maar toen we meteen ook wat denken aan die nieuwe game van de Supermassive Games, The Devil in Me, dat eigenlijk een sluitstuk moet worden van de Dark Pictures Anthology. Dat is ook gebaseerd op een seriemoordenaar op H.H. Holmes, die in Engeland of in Amerika Boston een echte soort van horrorhotel had. Maar daarover moet alles maar een keer checken in mijn preview van The Devil in Me, die ik op dingen heb op pragalysis.com opgezet. Geen feel-good serie, hopelijk was het wel een feel-good podcast. En met veel plezier binnen 2 weken brengen we daar een nieuwe episode van. In de tussentijd kunnen jullie alles volgen via pragalicious.com. Kunnen jullie ook terecht op onze Facebook, Instagram, TikTok. En de podcast kunnen jullie beluisteren via Spotify, Apple Music en elk kanaal dat weet wat een goede gaming podcast is. Binnen 2 weken zijn wij er terug met een iets minder natte, maar nog altijd heel goede aflevering. Graag tot dan!